Thank you.
Aan boord, maar wat ik zo zie is dat niet gering. En ik ga proberen het een en ander van commentaar te voorzien vandaag. We varen nu naar het startgebied en op het moment dat wij voor anker liggen gaan we beginnen met de startprocedure. En dan kom ik weer bij je terug. Dank u wel. Nou, we zijn vandaag op zee met een prachtig schip. Waar gaan we naartoe? We gaan voor de kust van Scheveningen een plek zoeken om de start van de Noordzee Regatta mogelijk te maken. Volgens mij is het zo, jullie doen een startschot en dat schip die gaan dan allemaal op pad en wij gaan eigenlijk weer terug. Daar komt het heel kort gezegd op neer. Er doen 40 boten aan mee en die zijn verdeeld over 4 klasses. Omdat we de langzame boten en de snellere boten, die willen we natuurlijk niet tegen elkaar hebben zeilen.
dan daar is de startprocedure voor. En daar zijn al deze mensen die hier aan boord zitten. Die zijn daarvoor. En dan starten we ze weg en dan zeilen ze naar Engeland. En wie het eerst in Engeland aankomt, die heeft gewonnen. Dames en heren, daar ben ik weer. We hebben onze positie voor de start hebben we bereikt. En we gaan straks van start. Om 6:05 klinkt als het goed gaat allemaal het eerste waarschuwingssignaal. En dan beginnen we met de double-handed klasse. En dat zijn de boten waar met z'n tweeën aan boord gezeild wordt. Daar hebben we 12 boten aan de start. En zoals jullie allemaal kunnen zien is er heel erg weinig wind, dus het gaat interessant worden hoe de start zich gaat ontwikkelen. Jullie hebben ook verschillende soort vlaggetjes. Waar zijn die voor? De vlaggetjes geven de signalen aan van waar we zitten in de startprocedure. De startprocedure kent 4 minuten. En dan kun je zien hoeveel lang je nog hebt voordat het startsignaal is en je mag starten. En hebben jullie ook favorieten tussen de zeilers? Ik heb geen persoonlijke favorieten. Ze zijn me allemaal even dierbaar.
je. 3, 2, 1. Zojuist is de R-vlag gegaan. Dat is de klassevlag voor de double-handed. Die gaan nu zo starten. Zoals gezegd, daar hebben we uit mijn hoofd 12 boten aan de start. Ja, de papa zo. Eerste plaats 3 keer achter elkaar op de Lord East Coast Race. Hij heeft een aantal keren al meegedaan aan de vuurschepenrace en hij zeilt in een Corby 38. En zij schrijven verder nog dat ze met name rookworst met broodjes en mosterd eten aan boord. En ja met de volgende kunnen jullie ook wat. Hij leerde zeilen toen hij 5 jaar oud was. Op Lake Michigan in Amerika. Fastnet race en die ook uiteraard uitgezeild. Verder doen mee de Unique. Ze varen nu voor de 6e keer in de two-handed klasse. En de Melmo aan boord, Chris Revelman en Pascal Wakker hebben 3 keer samen de Fastnet gevaren. En zijn nu in training voor de Round Britain Island Race in augustus van dit jaar. Five, four, three, two, one.
Speciaal gebouwd voor het WK, wat later dit jaar in Scheveningen wordt gehouden. Erik is een zeer ervaren zeiler, 2 keer wereldkampioen, meer dan 10 keer Nederlands kampioen. Ik ga het getal hier niet opnoemen wat hier staat, want dat is helemaal niet leuk voor de andere deelnemers. Dus de verwachtingen die zijn heel hoog gespannen wat hij gaat doen deze start. Ze eten voornamelijk Fisherman's Friends aan boord. En hij heeft een laatste groet voor zijn moeder, waarvan hij zegt dat het de beste kokkin ter wereld is. 4, 3, 2, 1.
Ja. Ja, grappig, hè?